Ja, heren. Hoe geweldig is dit? Ja, mooi als je dat ziet, hoeveel mensen hier komen. Ja, geweldig. Marco, hoe ervaar je zo'n dag als vandaag? Ja, het is natuurlijk mooi als je ziet wie iedereen hier naartoe gekomen is. En de sfeer is geweldig. Heb je zoiets al eens eerder meegemaakt? Nee, ik heb zoiets nog nooit meegemaakt, maar hey, denk ik wel. Ja, ik één keer in Rostock. Maar dat zoveel mensen hier komen om, ja, daar mis ik die woorden voor. Hoe hebben jullie die wedstrijd van vrijdag verwerkt? Hebben jullie alleen maar feest gevierd of hebben jullie ook even al rustig kunnen zitten en van goh, hoe mooi was het vrijdagavond? Ja, natuurlijk. Als je promoveert of al promoveerd bent en dan natuurlijk nog die kampioenschap haalt. Ja, we zijn iets langer nog weg geweest daarna met de hele selectie. Ja, was mooi. Ja, en jij hebt natuurlijk eigenlijk op jouw social media kanaal was je al een beetje aan het aftellen. Promotie was geslaagd, maar jij had het altijd ook nog over die titel. Heb jij de hele tijd in je achterhoofd gehouden van dat gaan we echt halen? Ja, zeker. Ik denk dat wij na die promotie onze doelstelling een beetje hebben veranderd. Zeg maar, die eerste doel was bereikt. En ja, na die wedstrijd ging het eigenlijk alleen om die volgende doel, dat wij die titel halen. En ik denk iedereen is heel blij dat we dit hebben bereikt. En nu is zo meteen het podium op. Zin in? Zeker. Ik hoop dat het niet meer zo lang duurt. Ik ben zenuwachtig de hele tijd. Top, geniet ervan.